YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik het geluid van Blue maak voor een 10. Dat was raar. Deze video kan spannend zijn. Dit is namelijk Friday Night Funkin' met de Rainbow Friends. Hallo Blue. Oh snap. Huh. Let's go! Let's go! Oh! Hij heeft moves! Maar wacht even, zijn de enige? Oh, wij doen natuurlijk ook mee! Wij zijn boyfriend! Ik heb het nu pas door! Oké, okay. Yeah! Hij gaat alle kanten op, hè. Hij heeft heel zijn leven gewacht op dit moment. Oké, nu wij weer, nu wij weer. Je ziet aan ons en de schoenen en de microfoon dus dat we boyfriends zijn. Maar wacht even, volgens mij... Oké, ja. Volgens mij komt er namelijk zometeen nog een rainbow friend bij. En... Oh! Rood! Is dat Banzo? Wacht even, wat gebeurt hier? Oké, wacht. Ik ben weer bij blauw. Ik moet blauw goed in de gaten houden. Ik durf me niet om te draaien bij blauw. Oké, nu zijn wij weer. 3, 2, 1. Dit is zo raar. We kijken letterlijk uit de ogen van boyfriend. Oké. Wacht even. Wat hoor ik? De spotlight is voor groen. Let's go! Maar wacht even. Doet blauw ook nog mee? Nee joh. Ja, wat moet ik zeggen? Wat is dat ineens? Een imposter? Ik weet eigenlijk niet of ik team rainbow friend of team boyfriend ben. Ik bedoel, ik ben boyfriend. Maar ja, oké. Die dansmoves van groen zijn zo elastisch. Ik bedoel, come on man. Hij kan volgens mij zichzelf over de wereld heen uitrekken. Hij begint gewoon hier tot en met China, Alaska. Maar ik snap één ding niet. Wat deed Rood daar net? Want ik vertrouw Rood niet aangezien hij de maker is van de Rainbow Friends. Oké, ja. Oh, ik ben aan het wachten op de volgende. Ik ga... Dat is denk ik waar paars zo meteen uitkomt. Paars komt altijd uit het riool. Oké, groen is aan het afronden. 3, 2, 1... Oh! Waar kom jij vandaan? Oké, wacht even. Nee, wacht even. We gaan even een stukje terug om te kijken waar oranje vandaan kwam. Kijk, hier was die er nog niet. Dus ik sta klaar. Waar komt hij vandaan? Links, boven, beneden. Oh! Ja. Dat doet hij namelijk in Rainbow Friends ook. Als je oranje niet op tijd te eten geeft, dan loopt hij een route door heel de map. En zolang je niet in zijn weg staat, is er niks aan de hand. Dus oranje is eigenlijk het minst gevaarlijk, zou je kunnen zeggen. Ik vind het zo mooi. Huggy Boogie, wat doe jij daar? Dit is verwarrend. Echt, volgens mij is het gewoon één grote vriendengroep die elkaar de hele dag aan het sms'en zijn van... Hey, zullen we vandaag gaan dansen? Alle creepypastas bij elkaar. Oké, maar wacht. We hebben blauw gehad, groen gehad, oranje gehad. Maar volgens mij komt paars eraan. Oké, 3, 2, 1. Oh. Ja, je hoort de ventilatie. 3, 2... Let's go! Yes! Maar wacht, met wie? Oh, met ons natuurlijk. Ik wou zeggen, wie is die andere? Dat zijn wij. Ja, sorry, ik vergeet dat ik ook een persoon ben. Oh, dude, maar paars is creepy. En dit is heel bijzonder, want in de game zie je dus alleen zijn ogen en zijn handen. Maar nu zien we hem in zijn hele... glorie. Oh my gosh. Ik weet niet wie de beste was. Ik vind wel dat ze heel erg lief zijn voor elkaar. Want als de spotlight op één rainbow friend is gericht, dan blijven de anderen gewoon een beetje rustig. Ze grijpen de aandacht niet, zeg maar. Wauw. Oké, maar wat nu? Want we hebben nu elke rainbow friend gehad, toch? Behalve rood, maar... Rood is niet echt een rainbow friend. Het is meer de maker ervan. Al ziet hij er wel uit als ook een rainbow friend. Doet hij zijn hoofd geen pijn? Elke keer als hij aan het dansen is, kleppert hij die klep tegen zijn voorhoofd aan. Oh, we gaan snel. Oh, dat is blauw weer. Wacht even, man. Sinds wanneer doe jij weer mee? En groen, ik heb mijn ogen nu op groen. Want volgens mij gaat hij ook weer meedoen. Nee. Blauw is waar het mee begon. En blauw is, denk ik, waarmee het eindigt. Oh, dit is zo grappig. Oké, maar wie heeft er gewonnen? Boyfriend of the Rainbow Friends? Ja, ik denk de Rainbow Friends. Ze zijn niet alleen goed in spelers opeten, maar ook in dansen. Dansen en zingen. Want je hoort ook een beetje de stem van Blue ertussendoor. Oh my gosh, dude. Elke keer als ik naar beneden kijk, moet ik lachen. Want wij zijn echt zo'n klein mannetje tegenover dit soort grote monsters. Oké. Laat weten wie er heeft gewonnen. Boyfriend of the Rainbow Friends. Maar het is tijd voor wat anders. Maar toch eigenlijk ook weer een beetje hetzelfde. Oh my gosh. Wat hoor ik? Wat? Oh, daar is die! Ja, dit zijn namelijk weer de Rainbow Friends. Die het opnemen tegen Boyfriend. Alleen deze keer is Boyfriend serieus bang. Het is dus niet echt een dance battle. Het is eerder ren voor je leven, anders duurt het maar even. Oh, ik vertrouw al deze deuren niet, hè.
Ik heb echt het gevoel dat er zo meteen eentje open klapt. En dat daar groen, oranje, paars, misschien zelfs wel rood. Of Huggy Wuggy, die zagen we net ook ineens erbij. Oh, hij zit echt op onze hielen. Kijk, dat zijn onze hielen. En dat is Blue uitge... Ik zag daar een deur open gaan volgens mij. Oké, okay, oh! SpongeBob! Wacht. SpongeBob is wel geel. En er komt een gele Rainbow Friend. Zou het kunnen dat SpongeBob niet meer bij de krokante krab werkt, maar dat hij vanaf nu achter spelers aan zit, samen met blauw... Volgens mij zag ik Huggy Wuggy. Oké, okay, weet je, misschien moet ik gewoon niet zelf meebewegen en gewoon naar voren kijken. Wacht even. Oh, SpongeBob weer. Maar wacht even. Wat gebeurt er met hem? Oh, oh! Ik zag hem letterlijk afwisselen met groen. Pff. Maar ik ga proberen zijn dansmoves na te doen. Oké, okay, dan gaan we. 3, 2, 1. Hij knuffelt zichzelf ook tijdens het dansen. Dat is hij niet eens zo. Oké, okay, let's go, let's go, let's go. Sorry. Oh, ja, volgens mij was dat SpongeBob weer. Oké, okay, ik ga vanaf nu voor me kijken, want ik mis een aantal karakters, denk ik, die... SpongeBob, wat ben je aan het doen? Waarom ren je elke keer van kamer naar kamer? Zit Plankton achter je aan of zo? Dit is eigenlijk Plankton, maar dan 1000 keer zo groot met scherpe tanden. Oh, dit is ook echt, zeg maar, een nachtmerrie van veel mensen, volgens mij. Gewoon een oneindig lange gang. Dat je gewoon blijft rennen, maar er lijkt geen uitgang, geen einde te zijn. Oké, okay, de deuren worden wel minder. Kijk, hier is maar één deur. Ik neem mijn woorden... Ik neem mijn woorden terug. Oh. Wacht even. Oh, dude. Ik wou net zeggen, volgens mij wordt groen afgewisseld door iemand anders. Ik zeg het ook echt alsof het collega's zijn die in een restaurant werken of zo, maar... Het zijn de meest hongerige monsters in het universum. Oh man, we zijn volgens mij wel bijna bij het einde. Ik ben dus degene die om me heen kijkt. Dus eigenlijk is dit Rainbow Friends in het echt. Dat is ook een beetje hoe het voelt. Maar waar is Paars? Paars is nog niet aan de beurt geweest. Of geen Paars vandaag. Oh. Hij heeft mijn bil. Oké, okay, waar zijn we nu? We lopen naar buiten. Een soort van... Oh, niet weer. We gaan het niet weer doen, hè. Rood! Wat is hier de bedoeling van, jongen? Waarom jij? Ik bedoel... Oh ja, oh, dat was echt zo zielig. Ik zeg waarom jij? Nou ja, hij gaat weer weg. Oh, oh, dude! Ik snap nu waarom die weggaat. Hij heeft een grotere vriend erbij gehaald. Oké, okay, dit is een beetje hetzelfde idee volgens mij. We lopen door een gang. Oké. Okay. Ja. Leuk. Cool. Grappig. Fijn. Chill. Fantastisch. Ironisch. Komisch. Perfect. Nice. Vaak doen. Gezellig. Ja, ik heb niet meer woorden dan dat. Oh jawel, gaaf. Zei ik dat al? Ik weet het niet. Wat hebben jullie het druk, jongens? Van deur naar deur. Ik zie daar helemaal aan het einde volgens mij rood achter een deur staan. Wacht. Ik zag rood weglopen en hij staat daar achter een deur. Zijn er meerdere Rainbow Friends van elke kleur? Oké, okay, hij staat daar achter. Dat tenminste... Oh my gosh, nee, wat nu? Oh, we moeten kiezen. Oh nee. Oh nee. Ze waren overal. Abonneer voor meer en adios.